Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag. Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan loszitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Omdat toen bleek dat ik inderdaad vitamine tekort had. Een lichte vorm van scheurbuik. Een vitamine tekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister. Andries Noppert, Louis van Gaal, pak Messi die bokaal op dit verguisd WK. Radio Qatar, Radio Qatar, Radio Qatar, Radio Qatar. Ja, Radio Qatar. Welkom ook luisteraars van Coco Radio, Omroep Abe Hettekamp, Radio Milko en Radio Meerdijk. En ook welkom Renze Lokema. Goedemorgen Thijs. Goedemorgen. Renze, luisteraars weer hè? Ja, och man, het is een miljoenen publiek. Ja. Hey, vraag je, ben je ooit op een WK geweest? Nee. Nee, waarom niet? Oh, goeie vraag. Nee, wel op een EK. Twee keer zelfs. Okay. En de eerste keer als supporter in 88. Ah. Toen ben ik Oranje achterna gereisd. Omdat ik dacht van, dit is een generatie na Cruijff. Met Gullit en Van Basten, Koeman. Ja. Rinus Michels weer aan het roer. Ik dacht, dit moet ik zelf meemaken. Dus al mijn vakantiegeld opgespaard om het Nederlands elftal achterna te reizen in 88. Ik geloof dat ik 21, 22 was of zo. Ja. En tot de finale had ik kaartjes en toen ben ik teruggegaan naar Nederland om mijn broertje op te halen. Die was toen 14. Ja. Dus die moest spijbelen van school, geloof ik. Waar wonen jullie? Nee, het was op zaterdag. Ja, we gingen op vrijdag weg. Hij moest spijbelen van school. We woonden in Jouweren. Ja. Hij zat in Heerenveen op school en ik had de auto gehuurd en toen zijn we naar München gereden, want we hadden natuurlijk geen geld voor een hotel. Dat weet ik ook nog wel. Dus we hebben in de auto geslapen, vlak voor het Olympisch Stadion. En we hoorden, en toen hebben we Whitney Houston nog horen optreden. Ja. Die trad op in het Olympisch Stadion van München, de avond voor de finale. En toen zijn we die zaterdagochtend in alle vroegte naar het station van München gegaan. Want we hoorden dat daar kaartjes op de zwarte markt te krijgen waren. Ja. Die hebben we gekocht en toen belanden we, echt waar Thijs, maar achter het doel waar Van Basten het mooiste doelpunt ooit maakte voor het Nederlands elftal. Man. Dus het is een onvergetelijke herinnering. Ja, dat snap en ik. En in 2008 was ik op het EK in Zwitserland-Oostenrijk. Maar daar als verslaggever. Ja, oké. Ja. Dus toen heb je je broertje niet op hoeven halen. Nee. Gelukkig. Maar nog één keer over die goal dan. Heb je dat helemaal van A tot Z het doelpunt gezien? Of was dat net het moment dat je een biertje haalde? Of, Nee. Wat, we hadden zelfs nog staanplaatsen. Ja, dat mooi. Weet ik nog. Die bestonden toen nog. Nee, het is zo'n intense finale. Daar wil je niks van missen. Nee. En ik weet ook nog dat we keken elkaar aan en we wisten niet wat we meemaakten. Zo'n mooi doelpunt en in zo'n wedstrijd. Ja. Ja, en dan win je. En ik heb die nacht of die avond, want het was zaterdagmiddag die finale. Toen zijn we dus weer terug de auto ingestapt, terug naar Friesland. Ja. Ja, maar mijn broertje kon niet rijden. Dus ik weet nog wel dat ik zo mijn ogen vielen wel dicht op een gegeven moment. Kan maar ja, alles. Alles voor zo'n mooie dag had je over. Ja, prachtig. Was voor jou want jij was ook in Hamburg toen bij de halve finale. Dus. Ja. Ja. Wat was voor jou een grootste moment? Nou, ik heb een hekel aan het Duits nationale elftal. Ja. Dus ik vond het eigenlijk allebei net zo leuk. Oké. Ik vond het allebei net zo leuk. Ja. Het was een schitterende historische avond. Ja. En was het jij toen? Ik stond daar ook tussen. Ik zie natuurlijk die goals dan wel eens terugkomen. Ja. En ik kan me ook nog herinneren van, oh nee, het gaat ons toch niet weer gebeuren. Die Duitsers, die versieren een panel. Ja. Waardoor we achterkwamen. Maar het zat ons allemaal mee. Het was ook zo'n mooi elftal, joh. Ja. Gullit en Van Basten, grotere spelers bestaan er bijna niet in de geschiedenis van Nederlands voetbal. Nee. Hè? Cruijff natuurlijk, maar deze twee, ja, die maakt het verschil. Want hoe deed je dat verder dan in die weken? Ging je steeds op en neer vanuit jou naar Nee. Ik had tot en met de halve finale de kaarten, alles geregeld. Ja. Ik had alleen geen kaarten voor de finale, dus toen ben ik teruggegaan en een auto gehuurd en toen op eigen gelegenheid naar München gereden. En tot die tijd verbleef je al die weken in Duitsland? Dus? In Duitsland, ja. Dus ook in hotelletjes of gewoon in de auto slapen? Nee. Ik had echt mijn
al mijn geld gespaard om een mooie voetbalvakantie ervan te maken. Ja. Ja. En je ging met vrienden ook dan? Of nee, ik was alleen. Okay. Ik was echt alleen. Echt? Ja. Ah, goed zeg. Ja, maar je maakt heel veel vrienden. Ja, precies. Ja. Ik bedoel, Ierland zit sindsdien in mijn hart. Die Ieren, dat is een fantastisch volk, joh. Ja, hè? Die vieren elke minuut van het leven. en dat doen ze gewoon... ik zat in Keulen de eerste week, weet ik nog wel. Dus we lagen overdag een beetje in het gras aan de Rijn. Ja. En dan kwamen die hier ook. En die hadden eigenlijk factor 50 nodig. Maar die trokken gewoon een shirtje uit en gingen slapen. Ja. In de bloedhitte. Ja. Ja. Ja, en of ze nou verbrand waren of niet. Ze spoelden het s'avonds weer met bier. Spoelden ze alle leten van zich af. Ja, ja, Ierland is altijd schitterend. Ik kan me nog een paar jaar geleden. Volgens mij waren het ook de Ieren die dan tegen Zweden moesten of zo. En dan stonden ze tegenover Zweedse supporters. En zongen ze met z'n allen go home to your sexy wives. Ja, dat is... weergeloos als je dat soort... Die zelfspot is fantastisch van die Ieren. Zeker. Ja. Heb je de een van je favoriete landen? Dus heb je op dit WK nog andere favoriete landen naast Nederland? Nee. Niet? Dat doe je niet aan? Nee, nou, ik heb wel heel veel zin in bijvoorbeeld vanavond Duitsland tegen Spanje. Ja. Dat is... het is een schitterende wedstrijd. Je zei net al van ik heb een hekel aan het Duitse nationaal elftal. Jij bent vanavond... Ja, ik hoop echt dat Spanje vanavond wint. Dat Spanje is ook vernederd. Dat vind ik leuk. Ja, dat vind ik echt prachtig. Maar ik gun die Duitsers niks. Nee, maar kijk, er is nu ergens is er een 21-jarige Renze Lolkema, die allemaal geld heeft opgespaard, die het hele jaar in de supermarkt heeft gewerkt en die heeft kaartjes gewonnen of gekocht voor Qatar, voor alle wedstrijden. Ik was hovenier, trouwens. Hovenier, sorry. Ja. Die heeft het hele jaar plantjes gepoot. En die zit nu in Qatar met al zijn opgespaarde geld. En die wil die wedstrijd Nederland-Duitsland zien. En dat boor jij hem nu door de neus, hè? Ja, maar het WK hangt toch niet af van deze. Als we die Duitsers tegenkomen, is prima. Maar als we ze niet tegenkomen, is het nog steeds een leuk WK. Maar wat jouw EK-herinnering van 88 is natuurlijk toch leuker dat je tegen Duitsland speelde. Wat als je die wedstrijd tegen... Ja, het is ook mooi, maar ik speel liever niet tegen ze. Nee? Oké. Okay. Nou, ik had echt... Het zijn schitterende wedstrijden. Ik wil ze ook niet missen. Maar als we niet tegen ze spelen, dan ben ik net zo gelukkig, hoor. Ja? Oké. Okay. Ja. Ja, ik hoop eigenlijk... Jij vindt dat het erbij hoort? Ik hoop, altijd op zo'n affiche. Ik heb hem zelf in mijn actieve voetbal bestaan. Hè, want ik ben wel van voor 88, maar niet heel ver daarvoor. Twee jaartjes maar. Dus ik heb dat niet meegemaakt. En 1990 dus ook niet. Dus mijn enige Nederland-Duitsland op een groot toernooi is denk ik 2004 geweest. De 1-1 op het EK. Doelpunt van Nistelrooy. Voorzet van? Zende? En die van de Meijden. En die van de Meijden, oké. Al verkeerde. Ik weet nog die avond. Ja. Mijn beste vriend, zijn vrouw lag in het ziekenhuis. Want daar zou een drieling aankomen. Oh, ja. Maar het was ook Nederland-Duitsland. Dus hij was hier en toen belde zijn vrouw op dat de weeën waren begonnen. Ja. En toen schijn ik, maar ik weet niet meer, ik schijn gezegd te hebben. Ja, maar dan ga je toch in de rust weg. Pak je nog even de eerste helft mee. Heeft hij niet gedaan? Nederland heeft niet gedaan. Nee, is meteen weggegaan. Zonde. Ja. Heeft hij nog een kind vernoemd naar Torsten Frings? Nee, het zijn drie schitterende meiden geworden. Oké. Ja, die zijn 18. Dit jaar 18 geworden. Ja, dit jaar 18. 18 jaar geleden. Ja, ja. Oh, schitterend. Ja. Mooi. Geboren op de avond van Nederland-Duitsland. Ja. Ja. Nou, het zegt. Het was ook niet de allermooiste wedstrijd, dus die had je kunnen missen. Ja, maar wel spannend. Ja, zeker spannend. Ja, zeker spannend. Maar goed, ik gun dus allemaal... kijk, die drie meisjes hebben dus ook nooit Nederland-Duitsland echt gezien. Dus ik gun het hen ook. Dat ze dat nu eindelijk een keer mee mogen maken. Ja, maar goed, het is duidelijk... Ik gun ons een wereldtitel. Ja. Gaan wij de wereldtitel nog pakken, Renze? Nou, ik heb heel veel vertrouwen in Van Gaal, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik absorbeer al zijn woorden en ik moet hem nu ook steeds gelijk geven. Ik vond het dinsdag wel, of wanneer was het? Vrijdag wel moeilijk. Ja. Omdat ik begreep dat Wout Weghorst erin kwam. Dat begreep ik niet goed. Nee. Hoe zit het dan nu met de pickorde rondom Luc de Jong? Ik vind Luc de Jong veel meer een wapen dan Wout Weghorst. Ja. Maar goed, daarom zit ik hier op de bank en is Van Gaal de bondscoach. Ja, het is het idee erachter was volgens mij... Wout Weghorst komt erin om een voorsprong te verdedigen. Nou, in dit geval een gelijkspel te verdedigen. Want daar waren ze op dat moment dus wel tevreden mee.
En Luc de Jong komt erin om een achterstand goed te maken. Ik geloof dat dat plan B en C en D en subsectie 3 is en zo, weet je wel. Dus, ja. Ja. Maar ik ben ook altijd tegen de hitte van de strijd kon ik het niet begrijpen. Nee, snap ik. Nee. Zit je dan te schreeuwen tegen de tv of blijf je rustig? Nee, maar we keken met wat vrienden en dan kijken we om ons heen. Wout Weghorst, hoezo? Waarom? Ja. Maar goed, weet je, het is Van Gaal, dus je slikt het weer voor zoete koek. Ja. Ja, wie zijn wij om Van Gaal te bekritiseren? Want hij maakt van dit elftal wel een kans hebben voor de wereldtitel. Dat had toch ook niemand gedacht? Vind je dat echt? Niks nou ja, de kwalificatie was toch fantastisch? Ja, oké, kwalificatie. Ja. Daar gaat het allemaal niet om. Ik denk echt, Thijs, dat Van Gaal... die heeft normaal gesproken een lange aanloop nodig... om een elftal naar zijn hand te zetten, om dat te kneden. Ja. En dat hij deze poolwedstrijden daar nu gewoon voor gebruikt... om straks in de achtste finales er helemaal te staan. Ja. Zo denk ik nu. Moet er iets veranderen nog, vind jij dan, in het elftal ook? Of, Achterin niet, toch? Nee, Andries Noppert, de keeper. Keeper staat als een huis. Ja. Volgens mij is Daley Blind ook beter dan dat hij bij Ajax heeft laten zien. En het is ook een iets andere rol... Maar bovendien, onze tegenstanders zijn misschien nog niet zo goed geweest. Maar in elk geval, achterin zou ik nog even laten staan. Hoewel ik ook wel nieuwsgierig ben naar Malasia op de bek. Ja. Ik denk dat Teun Koopmeiners de volgende schifting niet overleeft. Dat denk ik ook niet, nee. Ik denk dat jij en ik gewoon sneller voetballen nog dan hij. Nou, nu overschat je mij. Ik ken jou niet goed, kwaliteiten niet goed. Maar nee, je moet niet op mij rekenen. Oké. Ook niet echt op mij, denk ik. Nee. Dus die niet. Wie dan wel nog eventueel? Ik ben ook wel benieuwd. Ik zag die training met Xavi Simons. Ja. En daar zit wel een spirit in. En dat moet een beetje de Memphis Depay van 2014 worden. Ja. Hè? Ja. Een verrassende creatieve gozer met ongelooflijk veel energie. Die de zaak even... op scherp zetten of op stel te zetten ook. Nou, daar hoop ik de zaak om omkeren. Precies, daar hoop ik ook een beetje op. Want hij nu tegen Qatar, dat misschien eerst weer even nog een helftje stroperig is. En dat Xavi Simons er dan inkomt in de tweede helft. En dat het begint te lopen. En, ja. en dat ze uiteindelijk met 5-0 winnen toch nog. En dat Simons daarmee zijn basisplek heeft gekregen. Dat vind ik een hele fijne... Dat is de anti-Weghorst, is dat eigenlijk. Toch? Ja, nee, ja. Ik hoop echt dat Simons de sensatie van Oranje wordt. Ja, ja, ja. Heb je er vertrouwen in dat... En Noah Lang heb ik ook wel zin in. Op een of andere manier. Die is ook zo... Ja, precies. Klopt. Ja. Die kan ook met zijn techniek wel voor een verrassing zorgen. Ja, lijkt me ook een hele leuke... We hebben nog best wel wat aanvallende wapens achter de hand. Ja. Wat zou je ervan vinden als jij... dag in dag uit met Noah Lang zou moeten werken. Dat je collega is. Ik weet het niet. Geen idee. Nee. Geen idee, nee. Doodziek van worden, toch? Niet? Oh, man. Dat weet ik niet. Ik hou wel van dit soort jongens. En als ze maar net zo hard werken als wij. Ja. Niet de kantjes er vanaf lopen. Nee. En wat ik gisteren zag, er is best wel mee te werken. Ja. Alleen je moet hem een beetje meer in toom houden. En Van Gaal heeft wel zoveel overwicht dat hij ook Noah Lang aan kan. Ja. Nee, dus, zeker. Absoluut. En dan in de achtste finales. We weten natuurlijk niet wie de tegenstander wordt. Dat kunnen nog vier landen worden, geloof ik ook. Het is een beetje lastig komend weekend. Hè? Het is Sinterklaasweekend in Nederland. Ja. Wij laten onze Sinterklaasavond afhangen van wanneer Nederland nou speelt. Als ze eerste worden is het zaterdagmiddag om 4:00. Ja. Wij zouden zaterdag gaan Sinterklaasen. Maar stel je voor dat we... Ja, dat we eruit vliegen die middag. Dan heb ik ook geen zin in Sinterklaas meer. Nee, dat is dan ben je... Dat wat is dan je kan niet lol, de knop omzetten en dan heel jolig een gedicht voorlezen. Ik heb dat ook nog nooit meegemaakt, dit. Nee. Geen idee. Gek dat ze daar geen rekening mee hebben gehouden met de planning van dit WK. Dat ze Dieltje Blok niet even hebben gebeld van... Hey, hoe zit het met Sinterklaas? En vrijdagavond, kan dat? Nee, dan vier ik al met andere vrienden Sinterklaas. Dus ik ben een traditionele marathon, Nederlander. Ik hou van Sinterklaas. Ja, Sinterklaas marathon. Ja. Ik pak hem vrijdagavond mee namelijk om deze reden. Ja, heel verstandig. Dus een teleurstelling. Want hoe groot schat je dat er een teleurstelling komt op zaterdag? Wat ik zeg. Ik heb heel veel vertrouwen in Van Gaal. Ja. Dus ik denk echt dat we een heel eind komen. Ja. En dan moet dan zaterdag, dit weekend... moeten we in elk geval gewoon ons plaatsen voor de kwartfinales. Ja. Ja. En wie hoop je dan als tegenstander? Ja.
Weet je, er komt deze week een verschrikkelijk goede wedstrijd aan. Amerika tegen Iran. Ja. Die is dinsdag. En die is bepalend ook voor wie de tweede wordt in die pool. Dus die wedstrijd is bepalend wie onze tegenstander wordt. Amerika of Iran. Ja. Het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Nee. Ik vind Iran wel een heel gevaarlijk land. Maar dan heb ik het nu als toerist over dit land en, ja. Over het verschrikkelijke regime van Iran. Dus ik in principe gun ik dat land natuurlijk een vroegtijdige uitschakeling. Ja, het regime aan de andere kant, misschien ook alweer die mensen. Ja, mensen beleven lol aan het WK voetbal, dus ik gun ze ook wel weer succes. Ja. Maar ja, het regime gaat er vaak mee pronken, hè? Ja, precies. Dat is het nadeel daarvan inderdaad. Ja. 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 Dus de VS. Maar ja, ben je niet bang voor de VS als tegenstander dan? Want net als Canada, die wedstrijd dat heel leuk. Nederland speelt dinsdag. Ik denk dat de wedstrijd woensdag is. Amerika tegen Iran. Ik zal even kijken. Volgens mij is het allemaal tegelijk. Want dat is, ja, is tegelijk. Als in die dag. Ik ga het meteen even voor je opzoeken. Oké, ja, doe even. Even kijken. Dan zitten wij op... Toch dinsdagavond. Volgens mij dinsdag. En dan de ene of twee uur anders. Ja, s'avonds om Nederland om 4 uur. Ja. Oké. Ja. 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 Dus waar ga je kijken dinsdag? Ik ben in de Wilgen. De Wilgen. Gehucht vlak naast Drachten. Ja. Bij vrienden ben ik. Oké. Okay. En daar ga je kijken. En dan kijk je 's middags die wedstrijd. En dan ga je bepalen waar je Sinterklaas gaat vieren en wanneer. Ja, dinsdag ben ik de Diewertje Blok in ons gezelschap. En bepaal ik wanneer Sinterklaas met zijn stoomboot eindelijk aankomt bij ons thuis. Okay. Ja. En blijf je dan zitten voor Iran-Amerika daar? Okay. Ja. Dus dat ga je allemaal kijken. Ja, die wil ik wel zien, ja. Ja, jij niet? Zeker. Ja, zeker. Nee, ik wil alles zien. Beladen potje, man. Elke wedstrijd. Ja, dat is schitterend. Ik ben wel onder de indruk van Amerika en Canada. En al die landen die zo lekker aanvallend enthousiast voetballen. Ja. Ik hou ook van. Zijn de landen voor jou waar je nog met extra interesse naar kijkt? Messi natuurlijk. Brazilië. Ja, zeker. Ja. Ja. Ik zag nu die foto's van die enorme dikke poot van Neymar. Ja. Maar ik denk niet dat ze die enorm gaan missen. Want ze hebben zoveel mooie, geweldige, creatieve aanvallers. Ja. Nee, Neymar kunnen ze best missen, denk ik. Ja. En van de grootheden die op dit WK zijn, wie gun je het meest? Messi. Zeker, ja. Ja. Als wij geen wereldkampioen worden, dan mag voor mij Argentinië wereldkampioen worden. Ik vond het gisteravond ook heel mooi dat Messi scoorde. Ja. En dat hij de wedstrijd besliste. Ja. Hè? Want hij zat voor mijn gevoel niet echt geweldig in de wedstrijd. Maar ja, één uithaal. En het was een schitterend potje trouwens tegen Mexico. Ja. Lekker intens. Lekker hard. Ja, ja, echt Zuid-Amerikaans hard. Ja. Ja. Ja, gemeen af en toe. Ik hou er wel van. Dat vind ik mooi om naar te kijken. Ja, vind je? Ja. Ja. Nee, op een gegeven moment denk ik van, kan ik me wel weer bekoren. Stil, weer doorrollen, weer discussies. Ja, ik hou wel van dat theater. Ja? Ja, ja. Op een WK, ja zeker. Ja, dat kan. Nou, ik kan me als het niet te veel is, gewoon af en toe zo'n potje is inderdaad misschien wel even lekker. Ik vond het begin ook wel lekker. Op een gegeven moment was ik echt wel een beetje klaar mee. Ik denk, ja, als die bal twee pases heeft gehad, dan begint er iemand met twee poten vooruit de sliding in te zetten. Dan geloof ik het alweer een beetje, maar goed. Ja. Jij houdt er van. Heb je Messi wel eens gezien in het echt? Ja. Ja. Oké, mooi. Wanneer? Waar? Nou, 2014, 2013, ik weet niet meer precies. Bij Barcelona. En toen had Barcelona net het weekend ervoor een competitiewedstrijd verloren in eigen huis. En er was nogal wat om te doen. En toen moesten ze die woensdag voor de Champions League thuis tegen Olympiacos. En toen heb ik kaarten kunnen krijgen, 150 euro geloof ik. Ik was met een aantrekkelijke dame die niks met voetbal had. Maar ik zei, nu ga jij beleven wat hier leeft heel die stad voor deze meneer, ja. Voor Messi. En die avond werd het 6-0, geloof ik, okay, voor Barcelona. Lekker. Want ze lieten even weer duidelijk merken dat die nederlaag van een paar dagen eerder een incident was. En hoe vaak scoorde Messi? Volgens mij 2 keer. Okay. Maar dat weet ik niet zeker. Maar in elk geval, we hebben een geweldige avond toch gezien. Is dat toch 6-0 is toch prachtig. Oh, zeker. Is hij de grootste die je ooit gezien hebt? Ja, ik vind Cruijff ook een... Cruijff, Messi, Gullit, Van Basten. Ja, dat zijn wel... Binnen alle sporten ook? Oh, nee, Michael Jordan. Ja, oké. Okay. Nee, heb je gezien? Michael Jordan de grote... Ja, ik was bij zijn afscheid in 98. Echt? Ja. Hoe kom je er allemaal dingen? Weekblad Sportweek was ik daar. Oké. Okay.
Ja, dat bestond toen nog, dat weekblad. Ja. Ja. En toen mocht ik na het afscheid... Ik mocht het afscheidsverhaal van Michael Jordan maken voor... Ja, dat was helemaal geen Nederlandse pers, dus dat was ook nog leuk. Ja. Heb ik nog gecombineerd met een bezoek aan Rick Smit. Die speelde toen bij de Indiana Pacers. Ja. Dus je moet je voorstellen, van Chicago naar Indiana, dat is... 3 keer de Flevopolder A6 op en neer. Kaal, niks te doen onderweg. Ik kan me die rit nog wel herinneren. Hey, Michael Jordan vind ik echt de allergrootste sporter ooit. Ja, en jij was bij die wedstrijd tegen Utah Jazz of zo? Is dat dan geweest? Wat was het? Nee, daar was ik niet. Ik heb hem in de eerste wedstrijden van de playoffs meegemaakt. Ja. En... Nee, ik heb niet die hele play-offs gedaan. Maar ik ben wel, ik moest wel een verhaal maken rondom zijn naderende afscheid. Dus die beslissende wedstrijd heb ik gewoon op televisie gezien. Maar ik heb hem een paar keer gezien. Jaloers maken. In dat laatste. Ja, is toch fantastisch. Ja, zeker. Ja, Michael Jordan. Ja. Nee, zo jaloers maken. Weet, het mooie is ja. ik moet het nog een keer naar vragen. Maar dat rugnummer van Andries Noppert is dus ook 23. ik zat te denken, heeft dat nou met zijn lengte te maken? 2'3". Noppert is langer dan Michael Jordan. Ja, nee, maar ik bedoel het rugnummer. Ja. Oh, 2'3". 2'3", snap je? Ja. En of misschien vindt Noppert Michael Jordan ook zo geweldig dat hij het rugnummer van Michael Jordan op zijn rug heeft. Ja. Ja. Nee, dit zou heel goed kunnen, dat weet ik eigenlijk niet. Goed, nee, ik ook niet. Vragen. Maar, ja. Heb je trouwens gehoord van Noppert dat zijn telefoon was geblokkeerd? Nee, vertel. Dat las ik ergens. Hij had allemaal berichtjes gekregen na zijn debuut. En Noppert, vriendelijke reus als hij is, wilde hij iedereen ook persoonlijk bedanken. Oh jee. Maar dat heeft hij constant met hetzelfde berichtje gedaan. Waardoor de provider dacht, er is iemand spam aan het uitdelen. Dus die heeft toen zijn telefoon is toen een aantal uur geblokkeerd geweest. Oh, geweldig. Goed verhaal, zeg. Ja, echt prachtig. Maar ook zo schattig dat hij dus iedereen persoonlijk even wil bedanken. Dus elke... Ja, maar tot dit WK had hij niet zoveel vrienden. Nee. Dus ja, dat ging altijd vanzelf. En nu is hij BN'er. Precies. Ja. Een hele grote. Ja. We sluiten af. Nog één dingetje. We hadden een quizvraag in de afgelopen 2 podcasts. Daarmee kon je de prijs winnen bij Boel, onze sponsor. Dat was 50 goedbonnen om daar te shirten boelen. De quizvraag was, kijk of jij hem ook weet, Renze. In 1998 kreeg Arthur Numan tegen Argentinië op de kwartfinale van het WK zijn 2e gele kaart. Dus rood na een overtreding op Diego Simeone. Die bleef maar doorrollen. Ja. Eerder dat toernooi was er een andere speler die ook rood had gekregen na een overtreding op Simeone. Wie was die speler? Nou, Beckham. Keurig. Ja? Grote speler. Ja, heel goed. Heel goed. Ja, ik kan me dat wel herinneren. Ja. Hij iets geprovoceren, zeg, Beckham. Precies, en die tikte met zijn hak een heel suf, natrappend bewegingetje was het. Ja. Ja. De hele natie boos op hem. Weer. Even kijken, dat was hem. Renze, dankjewel. Okay. Oh, trouwens, dan moet ik wel even zeggen wie de winnaar is natuurlijk van deze quiz. Ja. Ik denk al, want er zijn meerdere mensen die het antwoord goed hadden gedaan. Ik heb geloot en Jurrit van der Sluis, die heeft gewonnen. Dus ik zal hem een berichtje sturen en hij mag boelen. Volgende week hebben we weer een nieuwe quiz. Een legendarische avond gaat hij tegemoet. Ja, zeker. Zul je de boelen, ja. Renze, dankjewel. Tot de volgende keer. Hey Thijs. Dit is het einde. We zijn nu klaar. Met deze podcast over het WK. Radio Qatar, Radio Qatar, Radio Qatar, Radio Qatar.